Die boy gaat nooit meer stelen. Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik kwam laatst dus een video tegen van het jeugdjournaal op YouTube. Kinderen uren in politiecel naar diefstal koekjes. En nee, het is geen jeugdjournaal parody. Het is geen jeugdjournaal clickbait thumbnail. Maar het is dus echt. En toen schoot mij opeens dit idee binnen like... Zouden er meer kinderen zijn die zijn opgepakt vanwege diefstal? En waarvan het dus ook is gefilmd en op YouTube is gezet? Het antwoord daarop is ja, heel veel. Dus vandaag hebben we de top 8 kinderen die zijn betrapt op diefstal. Maar voordat we beginnen, volg me trouwens ook nog even op Instagram, @hanwee. En laten we nu dan gelijk beginnen met de nummer 8. Op nummer 8 hebben we een klein kind dat dus blijkbaar iets had gestolen. En de moeder doet dus alsof zij de politie gaat bellen. Ik zeg alsof, want ze belt natuurlijk niet echt de politie. Maar als klein kind geloof je dat best wel. I have to call the police. Because, mom, do it, mom. No, let me have my phone. I have to call the police. Yes, sir. I love that. Look at me, look at me, look at me. I will not steal. I promise. Yeah, police. Yeah, you remember I called you earlier and told you about Jordan stealing. You coming up here to get him? I think he learned his lesson, though. Did you learn your lesson, Jordan? Yes, ma'am. Are you going to steal again? Look no, at me. Ma'am. Are you sure? You promise? Yes, ma'am. He says he's not going to steal again. We're going to see. If he does, I'll have to call you back, okay? All right. Bye-bye. Ik denk dat die jongen niet te heel snel meer gaat stelen. Op nummer 7 hebben we een kind dat wordt gesnapt op stelen door een vreemdeling. En die vreemdeling besluit dat dus tegen zijn moeder te vertellen. Alleen blijkt dan dat de moeder de situatie niet helemaal onder controle heeft. Hey, can your mother pay for that? She should know. Miss, your kid's sitting over here eating all the grapes. Look at him, he's sitting over here eating all the grapes. Why are you eating a scot for? Why are you talking to like that? I will beat your ass. Don't play on me, boy. Why don't you fucking play on me? Listen, boy. Who you? Listen, Riley, don't fucking play on me, eh? Don't fucking play on me. What? You raise your hand for me? You raise your hand for me, boy? Oh, you raise your fucking... You fight man? You fight man? I love it. I love it. You fight man? This is good. Don't hit your mom like that. What the fuck wrong with y'all? Bring my fucking hair! Fucking man! Who cares? Fucking sick of these damn cats! Fucking sick of these men! Freddy, bring your ass here! Alright! Besef, hij rent op een gegeven moment gewoon weg met haar pruik. Stel je kind gaat wegrennen met je pruik. Op nummer 6 hebben we een van de zielerige video's. Een heel klein jongetje heeft namelijk een chocolade-ei uit de supermarkt meegenomen. En om hem een lesje te leren stuurt zijn vader hem terug om dat ei terug te geven en sorry te zeggen. What do you have in your hand? Chocolate. Yeah. Did we pay for that? Yeah. Did we? No. We didn't. So get your ass back in here. Right? Yeah, it's not funny, dude. We don't steal. It's not a prank. We don't steal. Come here. Come here. Right here. You see that? Hey, 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 come here. Come here. I want you to come tell this lady right now. Get over here. I don't care. You're too scared? Look, come here, ma'am. Ma'am. He wants to tell you something. What are we going to say? We're not going to do that again, are we? Right? No. We're not going to steal, are we? Will you hand her that? You better hand her that. Thank you. Thank you. Ik vind het toch wel zielig, want die guy was zo schattig en hij leek zo blij met zijn chocolade-ei. Maar ik denk alleen wel dat het een goede les voor hem is geweest. Op nummer 5 hebben we weer een kind dat wordt gesnapt op stelen uit de winkel. En op een gegeven moment begint hij gewoon te smeken dat ze de politie niet bellen. Your thief. Who are you talking to? Your thief, man. Your little thief. You little thief, man. You thief, man. You thief and cans, look. Now I'm putting this on YouTube, bro. You thief. You look a thief. I got you in old month in the camera. You sit down in there. I call the police now. Sorry, I don't want to show the police. No. I don't want to. Because you've been doing for 1 month. Please, I don't have it. Yes. I need to speak to your parents as well. Please. Oh, please, don't please.
Don't say that. You know what? You don't need to do that. Don't come again, please. No, no. It's not that. My parents never give me any money. Whose fault is it? Please. You make a bad habit of it. Please. I won't come again here. I swear I'm not. It's not that. It's not that. You got a bad habit. I won't come again. I swear you can see me here. I won't come again. Yeah. You know what? Come here. You'll do it somewhere else. No, I won't. I swear it on my mom's life. I swear it on my mom's life. Yes. You do it, it's a bad habit. You want to go to prison in this age? No. Yeah? So what are you doing then? No. Why are you stealing these things? Stick to your books, man. Yeah? Get your mom and dad here. You're going to get your mom and dad or call the police? No. So you got a choice. I won't do it again. Please, please. I won't steal again. Oké, en dan nummer 4. Dit is ook echt een legendarische. Twee kinderen worden opgepakt vanwege het gooien van stenen naar ruiten. Plus, ze bleken op dat moment ook nog iets uit de winkel te stelen. En het allergrappigste is hoe snel zijn vriend hem gewoon snitcht. How's it going, guys? Can I talk to you two? Yeah. Alright, let's go outside. One person saw you, described you to a perfect T. As to throwing rocks through the window, and you're telling me that they're lying, and I should believe you, right? Go ahead. Over here? Yeah, go sit right there. Actually, you sit down right there. Can I talk to you over here? Yep, come here. None of this was me. Okay. I never threw rocks at them. So you saw him throw the rock through the windows too, and he broke them? Yes. Why did he do that? I don't know, but I had no part of this. You know what? I'm gonna put you in handcuffs. You're going in the back of the car until we get a hold of your parents, alright? Well, how much more stuff were you stealing? Why are you stealing lighters? You break windows and then you got stuff up your sleeves, a Red Bull in your pocket. What do you need a lighter for? Do you smoke? Oh. Wow. 25 minuten. I didn't even know he smoked, to be honest. Excuse me, so after this, am I gonna walk home or are you gonna drive me home? Oh, your mom's coming up here. Oh, alright. Hij was gewoon gelijk van, yo, ik heb niks gedaan. Hij gooide alles. Ja, hij heeft dat echt gedaan. Het was hem. En op het einde vraagt hij nog gewoon, op het einde, moet ik gewoon naar huis lopen of brengt u mij naar huis? Op nummer 3 hebben we twee kinderen die een vreemdeling vragen of ze zijn telefoon mogen gebruiken. Want ze zouden zogenaamd verdwaald zijn en moeten iemand bellen om thuis te komen. Alleen probeerde hij dus keihard weg te rennen met de telefoon. Maar helaas lukte dat niet helemaal. Excuse me, can we use your phone? Where you guys wanna go? We wanna go home. For what? Mom. Yeah. You call your mom? Mm-hmm. You guys sure you're not animals or something like that? No. Alright, what's your parents' number? Holy shit, yo! Stop. Huh? You want me to call your mom? No. You sure? Yes. Why are you trying to steal phones? Because... It's not good to steal phones, it's not funny. Huh? You want me to take it to the police or you want me to take it to your mom? Which one? I don't know. Huh? I don't know. Don't steal phones no more, okay? Okay. That's not good. Go back to your friend. Those kids literally try to rob my phone. Yeah, man. A little 8 and 11 year old kid try to rob my freaking phone. That was insane, man. Ik denk dat het jongetje er veel te makkelijk vanaf kwam. Ik bedoel, hij heeft sowieso zijn les niet geleerd. Maar het grappige was, zijn vrienden renden gewoon weg. En toen hij werd gepakt, bleef hij gewoon doorrennen. Maar oké, op dat moment kon hij eerlijk gezegd ook niet heel veel anders doen. Op nummer 2 hebben we een vader die twee agenten vraagt zijn zoon zogenaamd te arresteren om hem een lesje te leren. En het jongetje denkt natuurlijk dat het echt is, want eerlijk gezegd, het ziet er ook fucking echt uit. En ik denk ook dat hij zijn lesje wel geleerd heeft, want... Want, hoor hem maar schreeuwen. Come on, man. Oh, what did you do? No, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry. No, mama. Mama. Yeah. You gonna get your hair right. Daddy, I'm sorry. This what's gonna happen. We can't help you one day. One day it's gonna get where we can't help you. Die boy gaat nooit meer stelen. Op nummer 1 hebben we denk ik mijn favoriet van allemaal. Een jongetje wordt namelijk betrapt op stelen en de eigenaar is gewoon één grote troll. Kijk maar voor jezelf. No, you did it more than once. Admit it. If you admit it, listen. You promise me you won't do it anymore? Alright, say I'm sorry. I'm sorry. For stealing. Huh? For stealing.
And you will never do it again. All right, but I'm still telling your dad. No, my God, please. I'm calling the cops, too. No. You want to go to jail? No, I don't. I don't want to. I'm sorry. Are you going to ever steal? I will never steal in my life again. Should I call the cops? No. So say sorry for stealing. Geweldig gewoon hoe deze guy dat kind aanpakt. En die reactie van dat joch elke keer gewoon. No, 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 no. Maar ja goed jongens, dat was het eigenlijk weer voor deze video. Onthoud, stelen is slecht. Like deze video als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later.